Yo, VacuGamers, Lars hier. Welkom terug bij aflevering 95 ondertussen alweer van Minecraft Survival hier op VacuGames. Hij ging gisteren weer super lekker met de likes, jongens. Volgens mij hebben we er bijna 4000 gehaald op het moment dat ik dit aan het opnemen ben. Dus er komen gewoon dagen dat we 7.500 tot 8000 likes gaan halen. Dat moet gewoon helemaal goed komen. Wat vandaag ook goed gaat komen, dat is een nieuw gebouw wat ik wil gaan bouwen. Want ik wil namelijk met een nieuw gebouw iets gaan doen aan een probleem waar ik echt al, ja, ik denk een aflevering of 80, 85 misschien wel mee rondloop. En dat is dit probleem. Dit hier zo. Al die troep die ik allemaal bij me heb de hele tijd. Elke keer als ik ga opnemen en elke keer als ik wil gaan bouwen, dan heb ik de troep bij me die ik niet nodig heb. En als ik dan iets niet nodig heb, dan heb ik het wel nodig. Of wel bij me. Snap je het toch? Ik snap het nog wel. Oh god, spin. Laten we gauw eten. Nee, jongens, ik wil gewoon eens eventjes een grote opslagruimte bouwen. En dan niet zo'n klein dingetje zoals daaronder. Yo, vriend. Wat denken we? Blijven we even van mijn wiet af? Oh god. Nee, dat was niet... Nee. Ik wil geen ruzie met je zoeken. Dat was niet de bedoeling. Goh, wat ben je... Huh? Wat is die nou? Wat is die nou? Hallo? Hallo, Enderman. Hij is weg. Ik hoor hem nog wel. Enderman? Ah, fuck hem. Nam. Nee, jongens, ik wil gewoon een betere opslagruimte hebben dan dat ik daaronder had. Hieronder staat natuurlijk de opslagruimte voor het wiet en voor de meloenen en voor de pompoenen en voor de aardappels. Maar dat is allemaal veel te klein. Want ik wil ook gewoon een opslagruimte hebben voor al mijn bouwmaterialen. Zodat ik alle stone bricks op een aparte plek kan doen. Alle gewone steen, alle dirt. Zodat ik gewoon weet waar ik het moet vinden. Want nu moet ik elke kist nalopen om te kijken of dat er wat in zit. En dat is gewoon niet handig. Oh god, je zit in de put, jongen. Oh... Heb je het een beetje moeilijk? Huh? Waar ben je nou? Hij smeert hem weer. Ja, auw! Die was een sneak aanval. Oh, dan zit hij daar. Hoi, buddy! Sterf! Ja! Oeh, nice, enderpearl. Hoppa! Geen idee wat ik daarmee kan. Maar dat is altijd leuk om te hebben. Zo, enderpearl, die daarin. Dat betekent dus een plekje zoeken. Waar ik die shit wil gaan bouwen. Hoi, buddy. Ja, van de achterkant. Oeh, sneaky. Auw! Je schoot vanaf de zijkant. Dat is gemeen. Auw! Hou nou op, zeg! Jeez. Heb ik hier nog fakkels toevallig? Nee, wel glowstone. Nou, weet je dat? Noem ze het hier maar even mee. Zo, eventjes een beetje verlichten, de boel hier. Dan haal ik die later nog wel een keertje weg en dan verplaats ik ze wel door fakkels. Maar dit is eventjes een noodoplossing. Ik moet een plekje hebben om mijn kisten op te slaan. Op een goede manier, op een duidelijke manier, op een geordende manier. Zodat ik niet echt met mijn warhoofd de hele tijd fout loop en alsnog niet weet waar het is. Wat is een goede plek om alle spulletjes op te slaan? Het moet een grote plek zijn, want het moet best een grote opslagruimte worden. Maar ook weer niet te groot, zodat het echt zo'n gigantische blokkendoos wordt. Dat is ook niet belangrijk. Ik vind dit eigenlijk wel mooi, maar hier is het zo heuvelachtig. Banzai! Jappa! Sterf, bitch. Kijk, dat is nog het moeilijkste. Een plek zoeken waar ik dat wil gaan doen. Ja, ik kan natuurlijk... Nee. Ik dacht, ik ga eventjes een tunnel graven en dan ga ik onder water bouwen. Of onder het land in een grote kelder. Maar dat heb ik daar ook al gedaan. En ik wil ook zoiets van een beetje een geldpakhuis. À la Dagobert Duck. Dat is wat ik nodig heb. Gewoon ruimte en een grote, een sign erbovenop. Maar gewoon dollarteken of zo. Dat het ook meteen als de bank kan dienen. Maar goed, waar ga ik dat doen? Wat ik natuurlijk ook zou kunnen doen... even denken of dat iets is. Is, als ik nou gewoon eens hier een bruggetje bouw. Vanaf hier. Nee, maar dat loopt dan weer niet helemaal keurig netjes met dit. Dan kan ik hem 1, 2, 3 breed kan ik hem doen. Maar dan loopt hij tegen de vuurtoren en tegen mijn opslagruimte dit ding aan. Wat is dit ook alweer? Dit was de... God, wat was dit nou, joh? De smid, dat was het, de smid. Ik moest eventjes nadenken wat het nou precies was. Ik moet gewoon een ruimte hebben. Een duidelijke ruimte waar ik dat kan bouwen. Dit moet ik ook nog inzaaien, denk ik. Ja, ik kan hem hier bouwen. Hier is het plat genoeg. Dan moet ik alleen dit eventjes een klein beetje weghalen. Hier zo. En dit water moet weg. Dan zou ik hier in principe best een goede opslagruimte kunnen bouwen. Zo naast het graanveld en naast het aardappel- en wortelveld. Ik denk dat dat wel iets is. Dat ik hier gewoon een opslagruimte ga bouwen. Maar dan moet het eerst dag zijn. Hoe gaat het met de... Oh, het wordt bijna dag, joh. Het wordt bijna dag. Ik kan bijna beginnen. Hoppakee. Dan heb ik eventjes mijn pickaxe nodig. Ik heb eten nodig. Dat is wat ik nodig heb. En dan moet ik heel even bedenken wat voor stijl ik dat ga doen.
Want ik wil hem wel een beetje in dezelfde stijl houden als de andere gebouwen natuurlijk. Dat is belangrijk. Ik kan niet in één keer in een totaal andere stijl gaan bouwen. Dus dat betekent dat ik een combinatie wil gaan maken tussen de vuurtoren, à la heel veel steen, en dit, de smid, à la heel veel hout. En dat eigenlijk veel te gevaarlijk is, omdat het eigenlijk bijna altijd in de fik vliegt. Maar het is wel wat ik wil. Ik wil een combinatie tussen steen en hout, en ik wil ook dat jij doodgaat. Dat is ook wat ik wil. Ga dood. Godzimmikkie zeg, hoeveel van die zombies blijven hier nou komen, joh? En waarom komen ze steeds op mij af? Waarom gaan ze nooit eens een keertje naar die piggies hier toe? Mr. Piggy. Kom op, maan. Zak achter de horizon, daar kan ik beginnen. Ik ga ondertussen vast wat spulletjes zoeken. Dat is belangrijk. Even denken. Ik heb nodig een schep. Heb ik nog ergens een diamond shovel? Volgens mij wel, hè. Want dan zal die wel in mijn oude opslagruimte liggen. Want dat is echt iets... Ik heb zo'n opslagruimte ooit een keertje gebouwd. Hij was keurig netjes, hartstikke mooi georganiseerd. En toen kwam er in één keer een creeper. Vanuit mijn achterste kamertje hier zo bam binnen. En toen waren al mijn kisten kapot. En dan kon ik weer helemaal overnieuw beginnen. En ik heb het sindsdien nooit meer helemaal netjes georgend. Georgend, Lars. Moet je wel goed Nederlands blijven spreken. Afgezien van dit. Dit is wat ik wel altijd netjes heb gehouden. En dit. Oh, kijk nou eens. Dark Oak Wood. Hé, hey, dit is precies wat ik zocht. Kijk, hier zitten allemaal troep in waar ik geen ene meukenzooi aan heb. Wat heb ik hier nou toch allemaal aan? Even denken. Waar kan ik al die troep laten? Ik heb echt gewoon... Ik moet een andere opslagruimte hebben. Het is gewoon heel simpel. Ik moet het hier gewoon neerdumpen. Zo. Stone bricks heb ik nodig. Acacia sapping hou ik nog heel even bij me. Die kan ik zo meteen mooi poten. Slabs, stairs, niet nodig. Sprucewood planks wel nodig. Glowstone ook nodig. Eten nodig. Slabs, iron shovel niet. Pijlen niet. Rotten flesh niet. Pickaxe wel. Maar dan moet ik ook weer een nieuwe van maken. Of heb ik er nog eentje? Oh, kijk nou eens. Ik heb er nog één. Laat ik efficiency 4 pakken. Kan ik deze bewaren met fortune voor als ik eens een keertje weer de mijn in ga duiken. Dat is dan handig. En deze heb ik nodig om een shovel van te maken. Want er moet wel het een en ander aan aarde aan de kant. Stokjes. 1, 2. Dank u. 1, 2. En hoppakee. Shovel mee. Heb ik nou alles? Even bedenken. Ik heb eten. Niet genoeg, dus ik moet nog meer eten meenemen. Want die meloenen die gaan er ontiegelijk snel doorheen. Nog een stapeltje meloenen. Ik heb steen. Ik heb pickaxen. Ik heb een beetje hout. Ik heb een axe. Ik heb een zwaard voor als ik aangevallen word. En ik heb een schep. Volgens mij gaat het goed. Toch? Lijkt me wel. En als ik dan zo meteen daar ga hakken. Dan heb ik ook meteen een beetje hout erbij. Een beetje van dat spruce wood. Dat heb ik ook al een tijdje niet meer gehakt. Dus dat komt heel mooi uit. Kan ik dat meteen in de kist mikken. Ik bedenk me net dat ik dit ook nog op moet ruimen. Weet je wat, laat ik dat meteen doen. Laat ik dat meteen doen, dan ben ik alvast daarmee klaar. En heb ik weer wat extra steen. Hoppakee. Zo, dat was nog van het oude nieuw feestje, weet je nog? Oh god. Oh god, nee. Waar kom jij nou toch in één keer weer vandaan? Oh, dat ging ook echt net op tijd. Waar komt hij nou in één keer weer vandaan? Het is overdag. Er is geen enkele plek waar zo'n creeper vandaan zou moeten komen. Ja, afgezien misschien vanuit daar. Uit die grot. Dat zou kunnen. En als die daar vandaan kwam, dan wens ik hem veel succes. Ik geef eventjes wat acacia's planten. Dat is ook nodig. Daar eentje. Is er nog ergens ruimte waar ik zo'n andere acacia neer kan plempen? Hier denk ik wel. Daar past er vast nog wel eentje. En waar nog eentje? Hier. Zo, daar zo. Hoppakee. Daar staat hij goed. En dan gaan we weer lekker aan de graaf. Of zullen we eerst die bomen weghalen? Laten we dat eerst doen. Laten we eerst die bomen weghakken. Dan weten we een beetje op wat voor gebied we willen gaan bouwen. Want het moet best groot worden. Ik denk een van de grotere gebouwen die ik tot nu toe gebouwd heb. Maar het moet ook netjes worden. En ik wil niet dat het in één keer weer zo'n random raar gebouw wordt. Dit moet gewoon in één keer goed. Ik heb geen zin om hier 20.000 afleveringen aan te besteden. Zeker omdat we aflevering 100 ook om het rassenschreden naderen. En ik wil tegen die tijd gewoon een goede opslagruimte hebben. Want het kan niet zo zijn dat je 100 afleveringen Minecraft Survival opneemt. En dat je dan vervolgens nog steeds geen goede opslagruimte hebt. Dat kan niet. Elke Minecraft Survivaler die lacht je uit. En dat weet ik niet. Zo. Hoppakee. Hier nog een paar. Deze aan de kant. Zo. Bom. Hotseflots. Deze hele hoge. Die gaat ook mee. Is het oogje van de Mia? Of van Mich? Ik weet niet precies. Een tijd geleden dat ik Duits heb gehad. Deze gaat ook mee. Zo. Dat is wel vervelend voor deze boom. Dat zal zo hoog worden. Dan moet je al dat hout er weer bovenop mikken. Dan moet je weer bovenop gaan springen. Oh, duurt allemaal veel te lang, jong.
Daar heb ik er allemaal het geduld niet voor. Oh kijk, al die saplings is ook wel lekker. Die kan ik dan binnenkort weer ergens gaan herplanten. Misschien dat ik ook binnenkort maar eens een eigen bos aan moet leggen. Een groot bos waarbij ik elke keer de bomen herplant. Een soort bosplantage. En waar ik dan een boswandeling in kan maken in mijn eigen bos. Zo. Die gaan weg. Deze zijn al bezig met weg te gaan. Dan gaat deze ook nog eventjes. Want ik moet het ook goed uittellen dat ik genoeg ruimte heb voor kisten. En eigenlijk wil ik dat ook met itemframes doen, weet je wel? Zodat je een itemframe ernaast kan zetten. Zoals ze ook bij de community craft hebben. Dat je kan precies kan zien aan de buitenkant al wat er in de kist zit. Dat lijkt me namelijk echt super handig. Dat is echt tof. Maar dan moet ik wel eerst weer van die itemframes hebben. En ik heb geen idee hoe je die maakt. Dat moet ik binnenkort eens eventjes opzoeken. Want dat bedenk ik ook in één keer ter plekke. Dat dat eigenlijk wel handig is. Zo. Deze mee. Kan ik er niet op? Jawel. Geef hier. Is ook zoiets. Dan blijven ze daar boven op de rand liggen. Kom hier. Ik heb jou omgehakt. Dan wil ik jou meenemen. Stom ding. Zo. Ja, hij moet... Moet hij nog groter? Ja. Hij moet nog een klein stukje deze kant op. Anders wordt hij te groot richting het water. En dat wil ik niet. Ik wil een beetje afstand houden van het water. Zodat het water en het gebouw nog een beetje gescheiden zijn. Dus dat je er wel lekker langs kan lopen. En niet dat je op een randje moet balanceren, omdat je anders in het water dondert. Oh, hoi kip. Ga je meebouwen, jongen? Ja, kipje gaat meebouwen. Nou, dat mag toch. Dat is helemaal geen probleem. Ik zou zeggen, pak een pickaxe, ga aan de slag. Bouw gezellig mee. De kip en ik doen alles samen, hè, hier. Zo werkt dat. Zo, die gaat mee. Tadaa. Nou, is dit mooi of is dit mooi? We hebben hier in ieder geval de ruimte. Laten we deze ook allemaal even meepikken. Je weet nooit waar ze handig voor zijn. Want voordat je het weet heb ik het hele bos weggehakt. Dan kan ik die bomen niet meer terugplanten. Zo. Dit is weg. Dit moet eigenlijk land worden. Dus ik heb hopelijk nog wat... Oh nee, tuurlijk niet. Dat heb ik natuurlijk weer in die kist gedumpt. Omdat ik dacht dat ik het niet nodig had. Dirt heb ik nodig. Om een klein beetje het land erbij te krijgen. Ik heb een klein beetje meer land nodig. Niet heel erg veel, maar wel wat. Dus dan moet ik eventjes het land weer een beetje opvullen. Zoals wij Nederlanders al eeuwen doen. Hier hebben we water. Ja, maar we hebben land nodig. Oh, dan maken we er toch land van, joh. Ik vind het prima. Hoppa. Hier zit dirt in. Dank u. Hier ook vast nog wel. Dank u. Zo, welke kant stap? Die kant op. Ik was gewoon verdwaald, jong. Zag je het? Ik was verdwaald in mijn eigen wereldje. Laat ik eens eventjes een slokje thee met honing nemen. Dat is goed voor de stem. Ah, heerlijk. Want ik moet vanmiddag ook nog naar David toe om Red Alert op te nemen. En dan moet mijn stem natuurlijk wel in orde zijn. Want het gaat klinken als de echte Russische commandant met zijn hele schorre stem. En dat is natuurlijk niet goed. Ik moet wel eens mezelf klinken. Ik heb gewoon te veel gepraat de afgelopen dagen, dat is het. En dat voel je toch wel, op een of andere manier. Als je te veel praat, te veel aan het lullen bent, dan gaat je keel op een gegeven moment pijn doen. Een soort stekende, knellende pijn. En dat is helemaal niet lekker. Dat hoort niet. Dat moet niet. Dat is niet de bedoeling. Zeker niet als je een gamekanaal moet onderhouden. Dan moet je toch elke dag veel lullen. Of veel. Toch zeker een uur. Zo. En sommigen denken van, nou, een uur lullen achter elkaar. Maar dat is best te doen. Maar als je dat elke dag doet, van maandag tot en met zondag. Ja, dan gaat op een gegeven moment gaat je stem best wel een beetje pijn doen. Dan krijg je er best wel een beetje last van. En dat is niet zo lekker. Dus ik hoop dat ik dat niet weer krijg. Want een tijdje geleden had ik het ook al. En toen moest ik zelfs vervangvaken of ervoor opstarten. Omdat het echt totaal niet meer ging. Dat had ik mijn stem ook overbelast. Dus ik moet uitkijken dat het niet weer gebeurt. Maar dat zou echt een ramp zijn. Voor mij dan. Voor jullie is het wel lekker een dagje rust. Zo. Die gaat dan hierin. IJs weg. IJs weg. Dat is leuk, IJs kapot slaan. Zo. Hop, ze flots. Hoppakee. Oké, dan wordt dit extra land. En dan kan ik hier alsnog een klein beetje extra opbouwen. Dat geeft me net eventjes wat meer ruimte. Zo. En die. En die. En dan kan de rest gewoon opgevuld worden. Net als de tandart doet. Met rotte tanden. Gewoon opvullen die boel. Alhoewel, zal die tanden opvullen? Ik heb wel eens een keer gehoord dat je dan... Dat die kiezen opvult. Maar of die nou ook tanden opvult, dat weet ik dan weer net niet. Ik heb nooit een gaatje gehad in 25 jaar. Yay! Altijd goed je tanden poetsen, kids. Zo, hoppakee. Deze daar. Ik wil nog even een klein beetje opvullen. En dan wil ik in ieder geval dat grondplan hebben, zodat jullie kunnen zien hoe het eruit komt te zien. Zodat ik een klein beetje kan zien wat de bedoeling is.
zodat jullie het ook kunnen zien. Nog een klein beetje erbij. Dit was zo'n heel groot meer. Nou, niet meer. See what I did there? Zo, dit opvullen. Hop. Ik voel me echt een tandarts, dat is wat ik ben. En dan zo, hoppakee, tadaa. Kijk, dan hebben we hier bouwgrond. Waar wil ik dan de ingang hebben? Wil ik de ingang in het midden of wil ik dat niet? Dan moet ik eventjes bij mezelf nadenken. Ja, ik kan bijvoorbeeld die ingang hier doen. En dat ik dan daar een grote ruimte heb. Dat is wat ik kan doen. Ik kan ook zorgen dat hier een pad komt te liggen. En dat die ingang dan hier ergens komt. Zodat die meer in het midden ligt. Ik denk dat dat mooier is. To be honest, dat denk ik echt. Ik denk echt dat dat mooier is. Maar daar heb ik wel Dark Oak Wood voor nodig. En dat ligt natuurlijk weer helemaal aan de andere kant. Oh. Kan ik in de tussentijd nog even een slokje water nemen? Of thee. Technisch gezien is water. Of thee, water met een smaakje. Zo, recht naar voren lopen, luister. Kan ik in de tussentijd met mijn andere hand een kopje thee drinken. Multitasking, jongen. Ik kan alles tegelijk. Ik kan comments geven. Ik kan thee drinken, ik kan lopen en ik kan Minecraften tegelijk. Wat wil een mens nog meer? Hoppakee. Zal je vertellen wat de mens nog meer wil? Hopelijk nog een heleboel likes op deze video. Het zal wel leuk zijn. Want we halen de afgelopen dagen de 4000, dat is super makkelijk. Maar ik denk dat we de 5000 ook wel moeten kunnen redden met z'n allen. Dus als je nog geen like gedaan hebt op deze video, knal dan even eentje op voor me. Dan ben ik ook weer helemaal tevreden. En dan denk ik dat wij die 5000 met z'n allen makkelijk moeten kunnen redden. Want anderhalve maand geleden, toen we nog rond de aflevering, wat was het, aflevering 40 zaten, toen konden we ook de 7500 halen. Dus ik hoop dat mensen het nog steeds willen doen. Ik denk namelijk, en dat is echt gewoon totaal een mind dingetje van mij, verbeter me alsjeblieft als ik het fout heb. Maar ik denk vaak dat mensen bij een dagelijkse serie al gauw zoiets hebben van, wauw, weet je, het is toch dagelijks, laten we gewoon niet meer liken. Want hij doet het toch wel. Tuurlijk, ik blijf gewoon Minecraft Survival uploaden. Maar het is voor mij super leuk om te zien dat het gewoon gewaardeerd wordt. En dat doen jullie echt super goed, echt super vet allemaal. Maar een aantal die vergeten het toch. En dat is jammer. Dat ik denk van, is het dan niet leuk? Are you not entertained, denk ik dan. Hele bekende movie quote. Als je weet welke film dat uitkomt, gooi het ook maar in de reacties neer. Are you not entertained? Zoek het maar eens op. Hele bekende movie quote. Zo, dit gaat dan ook recht op. Kijk, hier heb ik dus gewoon heel veel van dit spul voor nodig. Van het heel veel donkere hout. Kijk, dit moet dan de opslagruimte worden. Echt een gigantisch ding moet het zijn. Maar ik weet ook niet of dat ik ze allemaal rondom allemaal van dit soort darkwood logs wil hebben, hoor. Dat weet ik dan weer net niet, want dit ziet er ook wel weer een beetje raar uit. Dus ik denk, TBH, to be honest, dat ik hier om en om ga doen. Ik denk dat dat ook wel een leuk effect kan geven. Als ik het dus om en om doe, en dan om en om hout en om en om steen doe. Of om en om hout en om en om een ander soort hout. Misschien dat dat wel leuk is. Laat ik dat eens uitproberen. Dat heb ik ook nooit gedaan. Hout afwisselen. Dan krijg ik toch nog een beetje een andere bouwstijl. Oh, please, kom uit. Yay! Hij komt uit, jongen. Ik ben blij. Even kijken. Dan doen we er spruce wood tussen. Kijk wat er dan gebeurt. Zo, hoe ziet dit eruit? Mwah. Mwah. Dat is op zich nog best te doen. Ik denk dat ik dat doe. En dat spaart me ook nog eens een keer een heleboel dark oak wood uit. Zo, hop, ze vlots. En dan gaan we hier natuurlijk vrolijk verder. Dit moet zo worden. Zo, zo. En deze. En die. En die. En die. En hier komt het natuurlijk ook wel, maar ik ga het de volgende keer wel verder afgraven. Maar dan kunnen jullie een klein beetje het idee krijgen van hoe groot het moet worden. Want hoe het er verder uit komt te zien, ik heb werkelijk nog geen enkel idee. Ik heb namelijk geen plaatje hierbij. Ik ga dit volledig uit mijn bot de kop doen. Dus je hebt kans dat het echt een gigantisch lelijk gebouw wordt. Of het wordt een supermooi gebouw. Dat kan natuurlijk ook. Want ik kan op zich de laatste tijd... Mwah, ik ben best tevreden over mijn bouwskills. Ik bedoel, ik ben alleen met de... Auw! Hey, doe niet! Stelletje zombie gangs. Ga terug naar Kanaaleiland. Als je jeugdcriminaliteit wil doen. En in benders rond wil hangen. Ga dat dan maar lekker in Kanaaleiland doen, niet hier. Ik ben de laatste tijd namelijk best wel tevreden. Over mijn bouwwerken. Want dit hier, die vuurtoren, daar ben ik ook alleen maar aan de onderkant begonnen met een voorbeeldje. En dat heb ik ook verder zelf helemaal afgebouwd. En dit, die smid, die is ook echt totaal niet meer wat het op het plaatje was. En dat was niet omdat ik het plaatje niet na kon bouwen.
Maar omdat ik op een gegeven moment zoiets had van fuck it, ik kan dit zelf veel mooier. En veel leuker. Dus dat wil ik eigenlijk ook een beetje met dit gaan doen. Gewoon een beetje random bouwen. Kijken wat er op dat moment in me opkomt. Zoals dit hier bijvoorbeeld. Dit staat ook nergens op een plaatje. Dat heb ik ook in één keer zelf bedacht. Ik begon gewoon... Auw! Kap! Nou! Eens! Stelletje! Auw! Vervelioos! Sterf! Technisch gezien ben je al dood, maar nog een keer extra dood. Oh god, hou nou op. Ik ga naar binnen. Fuck that, ik hou hem op voor vandaag. Het is veel te gevaarlijk hier. Zo. Dit is het wel eens een beetje. Ja, prachtig. Hartstikke mooi. Fico Gamers, ik ga jullie vragen om een goed duimpje achter te laten als je dat nog niet gedaan hebt. Zoals ik zei, ik hoop dat we de 5000 weer eens een keertje kunnen redden. Dat zou echt super tof zijn. Hoeft natuurlijk niet, maar het zou hartstikke fijn zijn. Ik zie jullie morgen in ieder geval weer terug bij meer. Oh god. Nee! Nee! Auw! Niet dun! Bij meer Minecraft Survival, hier op Fico Games. Ik ga schuilen voor de zombies, ik ga schuilen voor de creepers. En ik ga morgen ook mijn vuurtoren weer fixen, want er zit er weer een heel groot gat in. Als jullie nog een like doen, ben ik heel blij met jullie. En zoals ik al zei, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen. Mazzel!